Hey allemaal, mijn naam is Kaylee en welkom bij een nieuwe aflevering van Koken voor Geeks. We zijn nu toch al even geduldig aan het wachten op een vervolg op Zelda Breath of the Wild. En eindelijk gaat het er bijna zijn. Eindelijk in mei, nu, want we zijn mei. Omdat Zelda Tears of the Kingdom bijna binnen ons handbereik is, dacht ik ga toch nog een keer terugkeren naar Breath of the Wild, omdat er zoveel eten in voorkomt. Ik heb ooit al een keer een rice curry gemaakt. Dat is een van mijn eerste video's. Ik heb die Alexa een keer terugbekeken en het is nu toch wel een pakje beter. You live and you learn. Ik ben eerlijk gezegd niet helemaal klaar om al afscheid te nemen van de koudere temperaturen. Ik vind het zoveel cozier om trui te kunnen aandoen. En daarom dacht ik van al de recepten dat er in Zelda Breath of the Wild voorkomen, ga ik een stoofpotje maken. Zo lekker een beetje cozy in een kommetje en ja. Dus vandaag maken we een carrot stew, een wortelstoofpotje. Vegetarisch! Wat hebben we daarvoor nodig? 1 grote ajuin, ongeveer 700 gram wortels, 3 eetlepels kokosolie, 1 eetlepel verse gember, dat komt overeen met ongeveer 2 cm, enkele tenen look, garam masala of gewone currykruiden, 450 ml groentebouillon, de room is wel naar smaak, oftewel 120 ml, oftewel 240. Kruid op smaak met peper en zout. En dan als afwerking nog wat verse bieslook. Hak de ajuin grof. Schil de wortel en snij in stukken. Ik wou een beetje fancy doen, dus ik snij dat hier volgens de Japanse rangiri-techniek. Daarbij snij je onder een hoek en draai je de wortel telkens 45 graden. Deze techniek wordt vooral gebruikt voor wortels en komkommers. Warm de olie op in een medium kookpot, voeg de ajuin toe en laat sauteren totdat ze glazig zijn. Kruid al een eerste keer met peper en zout. Voeg de verse gember en look toe en sauteer voor 30 seconden terwijl je blijft roeren. Begin met 1 eetlepel garam masala toe te voegen en roer om zodat de kruiden zich egaal verspreiden. Doe de wortelstukken allemaal bij in de pot, roer nog een keer om en sauteer voor 10 minuten op een medium-hoog vuur. Giet hierna de groentebouillon erbij en breng aan de kook. Dek af met een deksel, zet het vuur een beetje lager en laat het 30 minuten pruttelen. Eens de wortels gaar zijn, haal je ongeveer 1/3 van de stukken uit de pot en bewaar ze apart. Haal de pot van het vuur en mix gradueel met een staafmixer. Er is al veel vocht uitgekookt, dus je zal een eetlepel olie en wat water moeten toevoegen om een egaal geheel te verkrijgen. Maak het niet te lopend, want er komt ook nog vloeistof bij van de room. Speaking of which, giet de room erbij en roer door. Indien je echt een heel creamy stoofpotje wil, doe je meer dan 120 ml erbij. Proef nog eens van je stoofpotje en kruid naar smaak bij. En als laatste stap gaan we de wortelstukjes opnieuw herenigen met de rest van de familie. Ziezo, en nu heb je net gekookt als Link. Yes, yes, yes. Het is zo schattig. Kijk, het is zo wat... deze consistentie. Een beetje, inderdaad, een stew. Ik ging al proeven. Door den duur, je bent dan zo lang bezig met die gerechten, dat eens dat ik aan mijn outro bezig ben, denk ik van, let's go. Ik wil hier gewoon de full monty. Ik wil gewoon volledig weten hoe dat het nu het eindresultaat is. Maar ja, kijk, ik heb het nu dus al een beetje verkloot. Het mooie patroontje dat ik erin gemaakt had en zo. Ja. Als je graag wortels eet, this is for you. Het is echt een veggie curry bijna. Je zit heel goed met het zoete van zowel de ajuin als natuurlijk de wortelen. En dan de kruiden geven het zo'n goede kick. Het is... En je maakt het natuurlijk zo pikant als dat je zelf wilt, hè. Maar als je iemand bent die graag echt wel een punch krijgt van zijn kruiden, dan raad ik je aan om nog een beetje extra te doen natuurlijk. Je kunt dit zo opeten als een carrot stew en niet meer dan dat. Maar bij mijn eerste hap had ik al door, dit zou perfect zijn bij rijst. Echt waar, dit zou een perfecte veggie curry zijn bovenop een hete, stomende hoop rijst.
zo, dat was het weer voor deze aflevering van Koken voor Geeks. Heel erg bedankt om te kijken. Overweeg om te abonneren. Like de video als je hem leuk vond. Deel hem ook. Maak het recept. Stuur mij daarvan foto's. De socials staan in de beschrijving. En dan zie ik jullie in de volgende video. Bye! Omdat we toch wel al even... Nee, blablab. We zijn er bijna. Zelda, Tears of the Kingdom. Weet die zo? Ja, toch, hè? Is het The Tears of the Kingdom of Tears of the Kingdom? Dat was geen scheet. Ik deed dit achter mijn rug. Geloof mij. Focus. Klote ding. Pa-pa-pa-pa-pa. Yes. Ta-ta. Dat is een beetje... Ta-da. Zie dat niet overlapt. Tada! Karo. Wuttels. Wuttelen. Hoe zeg je nog wortels? Peekjes? Peekjes? Hoe zeg je wortelen in jullie dialect? Laat het mij weten. Ik vind het eigenlijk echt wel leuk. Oeps. Sorry. Steken dat lekker is. Oké, bye.